Welkom bij de wedstrijd tussen Seruskerk F2 en FC Douwendalen 4 van zaterdag 17 november. Met nog 3 wedstrijden te gaan in de competitie is dit de laatste thuiswedstrijd voor Seruskerk F2. Daar is Job aan de bal. Job met de paas richting Gijs. Gijs kan gelijk richting het doel van Douwendalen gaan. Staat oog in oog met de keeper en daar de uithaal van Gijs en de 1-0 voorsprong. Een snelle voorsprong voor Seros. Na 35 seconden spelen is daar de 1-0 al. Gijs daar zo, oog in oog met de keeper. En schiet eenvoudig de 1-0 binnen. Een heel goed begin voor Seros. We gaan weer verder. Nu Douwendalen probeert uit te verdedigen. Jordi zit ertussen. Daar Luca met de bal terug naar Jordi. En Jordi schiet de bal over de verdediging heen. En daar staat Sam nog. Sam kan er net niet bij. Wordt uitverdedigd. Maar Sam kan de bal overnemen en schiet daar op de paal. En de keeper kan de bal daar oppakken. We gaan weer verder in de wedstrijd. Met Jurre de bal naar voren. Daar Sam. Sam kan de bal meenemen richting de goal nu. Wordt daar verdedigd door iemand van Douwendalen. Daar, Sam kan de bal goed veroveren. En nu richting de goal met het schot en de voorzet. Maar Gijs mist daar net de bal. Gijs kan de bal daar binnen houden. Op de linkerkant van het veld. Gijs komt de voorzet. Gijs met de voorzet en wordt door een verdediger van Douwendalen in eigen doel geschoten. De 2-0 voorsprong voor Seros. Hier de voorzet van Gijs. Er staan alleen nog verdedigers van Douwendalen bij de tweede paal. En de bal vliegt daar binnen. Ja, nu wel. Seros goed begonnen aan de wedstrijd. Daar gaat Jordi. Jordi met de dieptepaas richting Sam. Sam alleen op de keeper af. Sam neemt de tijd en schiet daar zo de bal binnen. 3-0 voorsprong voor Seros. Daar Sam. Alleen voor de keeper. Heeft alle tijd en ruimte om uit te halen. En schiet de 3-0 binnen. Ja hoor. De 3-0. Dat gaat allemaal wel heel snel voor Seros. Daar, Sam. Aan de zijlijn nu. Met ingooi richting Jordi. Jordi kan opvangen met de paasje richting Job. Job aan de bal. Omspeelt daar zijn man. Job nog steeds aan de bal. Met de paasje richting Sam daar. Sam. En een tikje wordt nog tegenhouden door de keeper, maar vervolgens schiet ook Sam de 4-0 binnen. Hier Sam wordt eerst nog tegenhouden door de keeper, maar uit de rebound toch het doelpunt van Sam. Inmiddels 4-0 al voor Seros. We gaan weer verder, nu Jurre aan de rechterkant van het veld. Ontspeelt daar zijn man bij de achterlijn nu. Komt de voorzet. Kan daar verdedigd worden door Douwendalen. Daar zit Joram tussen. Maar Douwendalen kan toch weer uitverdedigen. Wordt opgevangen door Job daar. Job gaat naar de linkerkant van het veld. Met de paasje daar. Daar Gijs. Gijs staat er klaar om te scoren. Maar schiet de bal naast het doel. Grote kans. Nu Jurre weer op eigen helft. Gaat weer over de rechterkant van het veld. Krijgt met moeite de bal mee. Daar, nu met de paas in de diepte. Daar staat Sam. Maar er wordt uitverdedigd. Sam kan de bal daar toch goed overnemen. Goed gedaan van Sam. Nu Sam op de achterlijn. Sam met de voorzet misschien. En daar kan de bal net weer niet binnengetikt worden. Maar Job kan de bal toch binnenhouden. Job nu, linkerkant van het veld. Balletje richting Jordi. Jordi met uithaal daar. En wordt gekiept door de keeper van Douwendalen. Jurre nu gaat op de helft van Douwendalen. Nu op de rechterkant van het veld. Met de voorzet richting Sam. Sam voor de goal. Wordt dan nog tegenhouden door de keeper. Job uit de rebound. Maar schiet de bal net naast het doel. Nu Jordi weer. Met de paas aan de rechterkant nu. Naar Jurre. Jurre heeft alle ruimte daar zo. Jurre gaat richting de achterlijn. Moet de voorzet komen. Maar raakt de bal helemaal verkeerd. En de bal belandt in de handen van de keeper. Daar verovert Jordi de bal weer. Jordi nu. Met een pas. Richting Sam weer. Sam wordt weer weggestuurd. Richting de goal. Maar dan verliest daar de bal. Kan toch de bal misschien heroveren. Daar zit Joram tussen. En Stijn. Stijn nu met het balletje naar Sam weer. Sam. Sam gaat uithalen en daar vliegt de 5-0 binnen.
Goed gedaan. Hier kan Sam de bal meenemen. En haalt weer uit met zijn rechterbeen. 5-0 voor Zero's. Dit is goed voor het doelsaldo. Daar, nu aan de linkerkant van het veld. Is Jurre nu te vinden. Jurre. Omspeelt daar zijn man. Trekt nu naar binnen. Jurre, met de voorzet. Wordt onderschept door Douwendalen. Jurre kan de bal toch weer overnemen. Jurre nu met het schot. En zijn schot vliegt weer naast het doel. Het zit Jurre niet mee. De uittrap van de keeper wordt opgevangen door Zero's. Gelijk naar Gijs. Oh, het is Sam. Sam daar zo. En de 6-0 vliegt binnen. 6-0. Het gaat allemaal vrij eenvoudig voor Zero's. Wordt goed opgevangen en Sam kan daar de 6-0 binnen schieten. 6-0. We gaan weer verder. Nu op de linkerkant van het veld. Job. Job. Dribbelt naar voren. Komt de verdediger van Douwendalen. Omspeelt daar zijn man. Job. Probeert tussendoor te slaan om. Job nu. En schiet daar. Wordt tegengehouden door de keeper. En uit de rebound gaat de bal over de achterlijn. De uittrap van de keeper. Wordt daar opgevangen door Jurre weer. Jurre, linkerkant van het veld. Probeert daar zijn man uit te spelen. Dat doet hij ook. Keurig gedaan van Jurre. Jurre trekt weer naar binnen. Jurre kan aanleggen op het schot. Maar wat doet Jurre? Schitterend paasje op Sam. En Sam kan zo de 7-0 binnenschieten. Schitterend paasje van Jurre op Sam. Hier Jurre aan de linkerkant van het veld. Trekt naar binnen. Dribbelt. Kijkt. Lijkt uit te gaan halen. Maar geeft het steekpaasje op Sam. En Sam kan zo de 7-0 binnenschieten. Goed gedaan van Zero's. Ah, weer 7-0. Het is een eentonige wedstrijd. Hier, de vrije trap voor Gijs. Zojuist een overtreding gemaakt op Gijs. En hier de vrije trap van Gijs. En daar klinkt het rustsignaal. Ruststand wordt 7-0 in het voordeel van Zero's. De tweede helft. Nu de vrije trap. Beginnen we mee voor Douwendalen. Daar wordt de bal onderschept door Gijs. Gelijk een paas in de diepte op Job. Job kan alleen op de keeper af. Job heeft alle tijd om uit te halen en schiet daar de bal net naast het doel. Hier de uittrap van de keeper wordt opgevangen door Luca. Met de paas terug richting de eigen helft. Wordt weer naar voren geschoten. Daar zit Gijs weer tussen. Keeper probeert te verdedigen. Bal krijgen ze niet weg daar zo. Bal vliegt nu voor de voeten van Jordi en haalt uit. 8-0 voor Zero's. Uit de kluts komt de bal voor de voeten van Jordi. Neemt de bal goed mee. En schiet de bal tussen twee verdedigers binnen. Voorsprong 8-0. Daar Jordi moet de bal gaan halen op eigen helft nu. Linkerkant van het veld. Jordi. Met het puntertje naar voren richting Gijs. Gijs speelt gelijk de bal door. En daar staat Luca om binnen te schieten. En dat doet hij met het linkervoetje. In de hoek. Hier de paas van Jordi. Richting Gijs. Gijs speelt de bal in één keer door. Voor de goal. En daar staat Luca. Om de bal binnen te schieten. We gaan weer verder. Nu weer Jordi. Linkerkant van het veld. Omspeelt daar zijn man. Jordi moet de voorzet komen. Doet hij daar. Daar staat Laurens. En Laurens mist de bal daar. Kan uitverdedigd worden nu door Douwendalen. Zero's moet nu verdedigen. Daar komt Douwendalen. Maar daar staat Jurre weer. Knap gedaan van Jurre. Jurre aan de rechterkant van het veld. Met de paas richting Laurens. Neemt de bal daar goed aan. Met de paasje naar Jordi. Jordi omspeelt daar zijn man. Richting de goal. Uithalen met links, maar op het been van de keeper. Weer op de eigen helft nu. Jordi, linkerkant van het veld. Geeft daar de pas, buitenkant rechts. Op Sam. Sam. Sam richting de goal nu. Sam heeft alle ruimte. En met de schot, maar wordt gepakt door de keeper. Daar gaat Jordi weer, aan de rechterkant van het veld nu. Jordi, ontspeelt daar weer zijn man. Moet de voorzet komen, Jordi. Maar de voorzet is ietsje scherp en belandt in de handen van de keeper.
Ja, de uittrap van de keeper van Douwendal. Ja. En daar staat Luca goed op te letten. Luca. En in één keer terug. De bal. En de bal rolt daar langzaam over de doellijn. En de voorsprong van Cero's wordt verder uitgebreid. Hier de uittrap van de keeper. Luca neemt hem goed aan. Met het schot. En de bal rolt heel langzaam over de doellijn. Daar nu Gijs. Rechterkant van het veld met de paasje richting Sam. Sam nu. Sam. Zet de middellijn over. Daar met de paas richting Job. Job. Kan weer alleen op de keeper af. Job nu. Kan weer de hoek uitkiezen. Maar weer tegen de keeper aan. Zit Job niet mee in deze wedstrijd. Nu Jurre weer. Rechterkant van het veld. Jurre. Jurre. Er moet de voorzet komen. Doet hij ook. Daar staat Sam klaar. Bij de tweede paal. Hoeft de bal alleen maar tegen zijn voet aan te laten komen. En de bal rolt zo de kool in. Hier Jurre. Zet daar goed door. Daar komt de voorzet van Jurre. Bij de tweede paal staat Sam klaar. En tikt de bal over de doellijn. We gaan weer verder. Weer Jurre aan de rechterkant van het veld. Jurre wordt het moeilijk gemaakt door zijn tegenstander. Nog een tegenstander bij, maar Jurre komt er toch doorheen. Jurre nog steeds aan de bal met de schot daar. En de bal vliegt daar in het zijnet. Daar komt Douwendal er ineens uit. Moet verdedigd worden door Cero's nu. Cero's, ja, daar zit Jordi tussen. Maar de bal is nog steeds niet weg. Douwendal nog steeds in bal zit. Vlak voor de goal van Cero's. Nu Jurre die de bal weg moet werken. Dat doet hij naar de zijkant. Douwendal kan de bal weer opvangen. Daar komt Douwendal. Moet verdedigd worden door Cero's. Oh, wordt hem speelt daar. En schiet de bal zo binnen. Stand 11-1. Daar komt Jurre weer. Steekt de middellijn over. Rechterkant van het veld. Jurre. Kan een schot geven. En het schot vliegt weer tegen de keeper aan. Wordt naar voren getrapt. De Laurens kan daar weer opvangen. Daar komt de bal voor de voeten van Jordi. Haalt uit met links. En de bal gaat net voorlangs. Weer de uittrap van de keeper. Nu let Jurre daar goed op. Jurre kan de bal goed aannemen en uithalen. Jawel, daar is het doelpunt voor Jurre. Hij heeft er lang op moeten wachten. Maar wordt eindelijk beloond. Hier Jurre, die de bal goed onderschept. Bij de uittrap van de keeper. En heeft de hoek voor het uitkiezen. Knap gedaan. Nu de corner voor Jurre. En daar komt Jordi binnen gevlogen. En de bal valt voor de voeten van Sam en haalt in één keer uit. Voorsprong van 13-1. Hier zo de corner. Jordi komt daar binnen gevlogen. Bal valt voor de voeten van Sam. En kan zo de bal binnen tikken. Nu vlak voor de goal van Cero's, Douwendalen met het schot. Daar het schot van Jurre. Vrij ver naar voren. Gaat de midline zelfs over. Job kan de bal daar oppikken. Moet nu het paasje geven op Sam, dat doet hij. Sam. Kap zijn man daaruit. Alleen voor de keeper nu. Sam kiest de hoek uit en scoort de 14-1. Daar kapt Sam zijn man uit. Gaat volledig het bos in. Komt alleen voor de keeper. En schiet zo de 14-1 binnen. Job nu. Job. Probeert er heen te komen. Daar Laurens aan de bal. Bal wordt weer teruggeschoten. Daar kan Jordi de bal meenemen. En daar een botsing. En daar klinkt het eindsignaal. Eindstand wordt 14-1 in het voordeel van Cero's. Cero's blijft koploper in de competitie met nog 2 wedstrijden te spelen.